en YouTube. We zijn hier nog steeds bij El Paname aan de haven in Marbella. Met opgevende beat. Die nog net niet zo hard zijn, dus we kunnen nog wel praten met elkaar. Ik ben ondertussen toen ik even een pitstop ging maken. En ik ga kijken en dat ik een sightseeing kan doen. Op deze bar doorheen de jaren, sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest, eigenlijk heel veranderd is. Wel nu ja, want toen ik die pitstop ging doen en sightseeing ging doen, nu kun je hier blijkbaar ook binnen zitten zonder echt buiten te moeten zitten. Dat was voor de werk mij herinneren kan. Toen ik hier op stap kwam, niet het gebouw, kon hier alleen buiten zitten, maar vooral als het buiten koud is. Was hier in Spanje niet altijd het geval is, maar soms wel, rond deze periode vooral. Dan ben je wel blij als je ergens binnen kunt zitten. Lekker warm, met muziek, met vrienden en zo. Meer moet dat een weekend niet zijn. Einde vlog, peace out, maak het erop.